Hoi en welkom weer bij een nieuwe video van Made by Siem. Vandaag ga ik je vertellen hoe je deze gaat maken. De LED Vaccine Light Granny. Hij zit eraan vast, zoals je kan zien. Dus het is niet een cupje dat je er zo los op zet, maar hij zit er gewoon echt aan vast. En ik ga je in de video vertellen hoe je dat kan doen. Hoe je dat in één kleur kan doen. Maar ook hoe je dat kan doen met meerdere kleuren. Restjes, garen of miniballetjes. Die keuze laat ik aan jou. Maar ik dacht, we hebben allemaal best wel, tenminste, denk ik, allemaal best wel veel kleine restjes en zo. En hoe leuk is het dan als je die dan kan opmaken? Heb je die niet? In onze webshop verkopen we miniballetjes en grote bolletjes, scheepjes, katona. En dan kan je er lekker net zoveel maken in de kleuren die jij wilt. De link vind je hier uiteraard beneden in de beschrijving van de video. En daar vertel ik je ook alles over in de clip van de materialenlijst. Ik maak mijn grannies zonder lossen ertussen. Nou, wordt dat bij jou helemaal niks, wordt het echt veel te strak, dan is het misschien verstandig om er toch een losse tussen te gaan haken. Maar probeer het eerst even op deze manier. Wordt het echt allemaal heel strak, probeer dan ook eens een grotere haaknaald te nemen. Ik haak hier met een 3,5, maar haak jij wat compacter, pak dan gewoon een 4 mm haaknaald. Een kwestie van gewoon lekker een beetje spelen en uitproberen, zodat je jouw perfecte LED Vaccine Light Granny krijgt. Ik ben heel benieuwd naar hoe ze gaan worden van jullie allemaal. Je mag uiteraard de link naar de video delen. Daarmee help je mij echt enorm. Dus als je dat zou willen doen op jouw social media, de link naar de video delen. Dat zou echt super fijn zijn. Heb je hem gemaakt? Deel hem ook op social media. Op onze gezellige Facebookgroep Made by Siem Headquarters. Op Instagram. Vergeet ons niet te taggen. Ik probeer om dat een beetje bij te houden. Maar ik vind dat nog Instagram lastig. Maar ik probeer het wel. Maar ook in andere groepen bijvoorbeeld. Want ja, dat zijn andere mensen. En die vinden het dan misschien ook leuk. En die komen dan misschien ook een keer een kijkje nemen bij op dit gezellige YouTube kanaal. Dat is het. Ik kan eigenlijk voor nu alleen maar zeggen, ga er gewoon heel erg lekker van genieten. Het is een niet heel moeilijk project. Ik denk dat die op zich best wel geschikt is, ook voor een beginnend haker. En als de video te snel gaat of ik haak te snel, dan is natuurlijk een optie. En dat tandwieltje kan je aanklikken en dan kan je de snelheid van de video langzamer zetten. Ga ik voor jou te langzaam, dan zet je hem sneller. En dan praat ik ook wel een beetje apart. Allebei trouwens, of langzamer of sneller. Bij de ene klink ik dronken, bij de andere denk je van nou, die heeft echt 10 bakken koffie op. Dus, maar voor nu, ga gewoon lekker genieten. En ik ga foto's maken en Lennart vragen om de video te editen. Geniet! Voor deze tutorial heb je het volgende nodig. Een weegschaaltje. Is gewoon makkelijk, want we gaan werken met restjes. Dus een weegschaaltje. 3 restjes katoen. Ik ga je zo meteen vertellen hoeveel katoen je nodig hebt voor welke rondes. Dan een schaar, een stopnaald, een 3,5 mm haaknaald, een steekmarkeerder en een LED-lampje. En zorg ervoor dat het eentje op batterij is, een LED-vaccinelampje. Gebruik geen echte, gebruik er één op batterijen. Gebruik je toch een echte? Hé, mij niet bellen. Niet mijn verantwoordelijkheid. Oké, dus dit ga je gebruiken. Nu heb je, zeg maar, deze. Dit is, er zit even geen lampje in, die heb ik er even uitgehaald. Maar voor deze variant, als je deze gaat aanhouden, het cupje, daarvoor heb je ongeveer 3 gram garen nodig. Voor het randje wat er omheen komt, heb je ongeveer 1 gram garen nodig. Dus in totaal ongeveer 4 gram. Met mijn hand van haken, 4 gram. Dan de rand daaromheen, de middelste granny rand. Daarvoor heb je ongeveer 2 gram garen nodig. En voor de laatste rand, dus de laatste granny toerrand en het randje daaromheen, heb je in totaal 3 gram garen nodig.
Nou, welk garen moet je nu gebruiken? Onder andere kun je gebruiken de scheepjes Katona. Dat is een bolletje van normaal gesproken 50 gram en 125 meter. Maar je kan bijvoorbeeld ook de kleine 10 grams bolletjes gebruiken. Of elk ander katoen met dezelfde dikte. Ja? Dus bijvoorbeeld een scheepjes Callista is niet geschikt, want dat katoen is te dik. Je moet echt weer dat dunnere katoen hebben. Ja? Nou, ik ga even wegen. Voor roze heb ik in totaal dus 4 gram nodig. Nou, ik haal even het labeltje eraf. En dan zie ik al dat ik 20 gram daar nog van heb. Dus dat is meer dan genoeg. Dan heb ik voor de middelste 2 gram nodig. Dit is 3 gram. Dus ik zou daar genoeg aan moeten hebben. En dan heb je voor de buitenste rand heb je nog ongeveer 3 gram nodig. En daar heb ik 4 gram van. Dus weet je, met mijn hand van haken kan het anders uitvallen dan met jouw hand van haken. Maar voor mij zou dit dus moeten werken. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik wil gewoon nog zo'nzelfde maken. Omdat ik deze kleur gewoon echt super leuk vind. Dus ik ga het gewoon proberen. Dus nu zie je dat je met restjes gewoon best wel heel veel leuke dingen kan maken. Zeg je nou? Je hoeft niet per se met restjes te werken. Als je dat niet wilt, kun je bijvoorbeeld ook kiezen voor de mini-bolletjes. De scheepjes Katona mini-bolletjes van 10 gram. Dan heb je gewoon aan één bolletje voor een hele heb je genoeg. Ik zal even laten zien. Ik heb er eentje gemaakt helemaal in één kleur. Dat is deze geworden. Dat kan ook als je dat graag wil. Dan doe je dat. Dan heb je aan 9 gram genoeg. Nou ja, het is bijna 10 gram. Je gaat met één zo'n bolletje ga je het net redden. Met mijn hand van haken. Zeg niks over jouw hand van haken. Dus dat zou je moeten kunnen redden. En wil je nou gewoon allemaal verschillende kleurtjes? Dat kan. Die zijn beschikbaar in de madebyseamshop.nl. Of de gewone bollen van 50 gram. Dan kun je er nog veel meer maken. Kun je ook bij ons aanschaffen. Dat is maar net wat je wil. Maar dat tutorial is in principe bedoeld om je restjes op te maken. Dus ik ga je nu zometeen laten zien wat je allemaal kan doen. Met de restjes katoen. Tot zo. Oh ja, het is misschien ook wel handig als ik even vertel welke kleuren ik heb. Misschien wil je dezelfde. 238 Powder Pink van de scheepjes Katona. 105 Bridal White, ook van scheepjes Katona. En hier heb ik kleur nummer 406. Soft Beige, ook van scheepjes Katona. Dan weet je dat. Oké, ik ga beginnen met een lus op mijn haaknaald. Dit is zoals ik dat doe. Maar je kan het ook op een andere manier doen. Opnieuw. Je begint met een lus op je haaknaald. Dit is zoals ik dat doe, maar doe dat lekker op jouw manier. Zorg voor een iets wat draadje waar je zo meteen lekker overheen kan haken. Want we moeten best al wel veel draadjes wegnaaien. Dus als je iets weg kan haken, beter. Oké, je haak 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En deze 6 lossen gaan wij sluiten tot een cirkel. En dat doen we door in de eerste van die 6 lossen in te steken. De draad om de naald te leggen. En die draad door de beide lossen op de haaknaald te trekken. En dan hebben we een cirkeltje. Dan leg je die begindraad langs die cirkel en dan gaan we daar overheen haken. Je begint met het haken van 3 lossen. 1, 2, 3. En deze 3 lossen die staan voor het allereerste stokje. We willen graag in de cirkel en over deze draad heen nog 23 stokjes erbij. Dus als je deze dan mee optelt, heb je 24 stokjes. Sla de draad om de naald. Steek hem in. De cirkel in. Haal je draad op. Sla om. Onder 2 door. Sla om. Onder 2 door. Dat is een stokje. We hebben in totaal
24 stokjes nodig. Ben je nou iemand die echt super strak haakt, of heel compact haakt, moet ik zeggen, neem dan een 4 mm haaknaald. Dus Tamara, neem een 4 mm. Tamara is een van mijn testhaaksters. En die is gewend om amigurumis te haken. En die haakt wat compacter. Dus die heeft altijd een maatje groter nodig. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gaan we door tot we er 24 hebben. En dan kom ik terug en dan vertel ik je hoe we verder gaan. Oké, ik heb 24 stokjes gehaakt en ik ga nu de ronde sluiten door in de derde losse aan het begin van de ronde in te steken. De draad op te halen, die door te trekken door de lus op de haaknaald, hier doorheen en door de lus op je haaknaald. Dan heb je de halve vaste om de ronde af te sluiten. Ronde nummer 2, 1 losse. Je steekt in dezelfde steek in als waar je net de ronde afgesloten hebt. En dan maak je een vaste. Ik kan je even vertellen. Insteken, draad ophalen, 2 lussen op je haaknaald, omslaan door 2 lussen heen. Dan pak je je steekmarkeerder en die zet je onder de lus, onder de 2 lussen van je steek. Nu gaan we haken in alleen de achterste lus. Je hebt een voorste lus, die zit hier. En je hebt een achterste lus, die zit daar. We gaan in die achterste lus haken. Dan steek je in, een draad ophalen, omslaan en door 2. En dat doe je bij alle achterste lussen van deze ronde. En aan het eind van de ronde, dan heb je 24 vaste gehaakt. En als je toe bent aan het als je het einde van de ronde bent en toe bent aan ronde nummer 2, dan kom ik bij je terug en dan vertel ik je hoe we de overgang van de ronde gaan maken. Ja? Dus gewoon vaste in de achterste lus. Aan het eind van de ronde, je ziet hier nog 1 lusje. Maar laat je niet foppen, want je hebt echt al 24 vaste gehaakt. Dit laatste lusje, dat is de lus waarmee je, zeg maar, ja, de halve vaste waarmee je de vorige ronde hebt afgesloten. Dus niet laten foppen, dat is geen steek om in te werken. Je haalt je steekmarkeerder eruit en je sluit de ronde niet af, maar je gaat gewoon door met het haken in de achterste lussen. Dus hier in de achterste lus haak je gewoon weer een vaste. Vergeet dan niet om je steekmarkeerder terug te zetten. Zo. En dan ga je gewoon door met het haken van vaste. Dit is overigens ronde nummer 3. En als het goed is, gaat het zometeen allemaal wat meer naar binnen staan. En dan krijg je dus dat cupje. Dus we gaan gewoon even lekker door met het haken van vaste in de achterste lussen. In totaal doe je dit totdat je in totaal 6 rondes gehaakt hebt. Althans, ik had er 6 nodig. Dit is een ronde met stokjes, dat is 1. Dit is de ronde met vaste in de achterste lus, 2. En we zijn nu bezig met de ronde 3. In totaal heb je 6 rondes nodig, dat is dus inclusief deze ronde. Dat is wat ik nodig heb. Wil het om het vaccinelichtje heen passen. Let op, het zit er strak omheen. Dus je moet het wel een beetje helpen. Maar misschien heb jij niet genoeg aan 6. Pas het, past het niet, doe er dan nog 1. Merk je zo meteen al, want die laatste rand, deze, die gaat zo meteen vallen bij de onderkant. Dus je gaat zo meteen maar aan de zijkant 4 van die rondes zien in plaats van 5 van die vaste. Merk je nou dat het echt te strak is voor je cupje? Ik moet ook wel een beetje eraan trekken hoor, om goed eromheen te krijgen. Dan kun je beter gewoon een halve maat groter nemen, dus met een 4 mm. Want dan haak je gewoon wat compacter en dat is helemaal niet erg.
Maar ja, het moet wel passen uiteindelijk. Ja? Dus dat. Dus ga lekker door totdat je in totaal 6 rondes hebt. En elke ronde verplaats je dan gewoon weer je steekmarkeerder. Ik zie je als ik 6 rondes gedaan heb. Dus tot zo. Aan het eind van ronde nummer 6, 1, 2, 3, 4, 5 en 6, sluit je de ronde af met een halve vaste in de eerste vaste aan het begin van de ronde. En dat doe je gewoon onder 2 lusjes door. Je steekt de draad onder de 2 lussen door, je haalt je draad op en die trek je door de lus op je haaknaald. Normaal gesproken zou je dan nu nog 1 losse doen, maar dan krijg je er zo'n tuutje bovenop. Ik ga je hem even laten zien. Ik heb het bij deze gedaan en daar heb je een tuutje bovenop zitten. Vind ik niet mooi, dus bij deze ga ik dat niet doen. Als jij het wel wil, doe je het gewoon wel. Maar ik doe het niet. Ik laat hem zo. Dan pak ik mijn schaar. Dan knip ik mijn draad af. En dan zo. En dan trek ik hem door. Voordat je de draad afknipt, is het misschien handig om even je dingen te testen. Je lichtje of die past. Bij mij past die perfect. Hij gaat er wel echt best wel een beetje strak in. Maar ja, dat is wat ik fijn vind. Zodat hij er niet omheen lubbert. Ja, bij mij zit hij eigenlijk super goed. Maar zit hij bij jou nou zo? Ja, dan moet je nog even een extra rondje doen. Dat kan. Dat is helemaal niet erg. Dat kan je gewoon doen. Dus, maar goed, als je dat al gedaan hebt en het past, dan trek je de draad door. Dan ga je de draden wegnaaien. Deze hier aan de binnenkant, daar heb je al overheen gehaakt. Die kan je in principe gewoon zo afknippen. Die kan je gewoon zo afknippen. En deze, ik moet het Engels nog even filmen, dus daar ga ik het ook nog even laten zien. Deze, die, ik heb hem nu binnenstebuiten gedraaid, hè, want je buitenkant zie je die rand. Dan druk je dit zo naar binnen en dan naai je over de lusjes aan deze kant heen. Zorg dat je het aan die kant niet kan zien. Naai je zo je draad aan de binnenkant weg. Dat is gewoon het mooiste. En dat je een klein beetje hoogteverschil gaat zien, ja, dat ga je toch zien. Maar ja, hey, het is wel handwerk, toch? Dus ja, ik zou zeggen, werk je draadjes netjes weg. En dan zie ik jou weer in de volgende clip. Oké, ik heb de draadjes weggenaaid. Het werkt gewoon net even wat fijner. En wat je dan gaat doen, is je zo het cupje hebt. Dit is de binnenkant. De ribbeltjes zitten aan de buitenkant. Het maakt niet uit waar je begint. Maar je zorgt dat de ingang hier aan deze kant zit. En dat de bodem aan die kant zit. Dan heb je hier de lusjes. Die je overgeslagen hebt, zeg maar. Deze hier zo. De lusjes die je overgeslagen hebt van de ronde waarin we de eerste vaste gingen doen. Nou, daar pak je willekeurig daar een lusje op. Die. Daar gaan we in werken. Ik pak nog een keertje kleur A. Niet nummer, kleurletter A. En wat ik dan fijn vind, is die draad zo over de vingers heen leggen. Als je een beperkt garen hebt, dan doe je hem ietsje kleiner, ietsje korter. Dan pak je die draad en die trek je zo hier doorheen. En dan sla je beide draden, dus de begindraad en de werkdraad, sla je over je naald heen. En die trek je allebei door die lus heen. Dan heb je een soort van, ja, knoopje. Dan zit hij gewoon vast, kan er niet meer los. Vind ik fijn. Zo is het zoals ik het dan doe. Ja, dat doe. En dan doe je nog 2 lossen erbij. Trek je een klein beetje aan die draad zo. En die kan je dan straks mooi wegnaaien. Ik had hem misschien beter ietsje langer kunnen laten. Maar dat lukt me nog wel. Dat is je eerste stokje. We gaan nu naar de eerste ronde van de granny maken. Zo. Ik ga deze er even bij pakken. Ik vind het niet mooi als je een granny ziet. Ik zal nog een keer een hele video maken van een granny. Zoals ik een normale granny maak. Maar dan zonder een cupje. Ik vind het niet mooi als je hier zo'n lijn hebt lopen van het begin en het einde van je granny. Dat heb je bij mij niet. Vind ik gewoon niet mooi. Dus dat ga ik anders doen. Dat doe ik eigenlijk al jaren zo.
Wat ik doe, ik begin zeg maar op de helft. Dus ik ga eerst de helft van de hoek maken en dan ga ik die kant op. Dus hier zo de helft van de hoek en dan ga je die kant op. Ben je linkshandig, dan ga je dus de andere kant op. Ja? Dus de helft van de hoek. We gaan later die hoek afmaken. Kom ik op terug. Dus de eerste drie lossen die staan voor het allereerste stokje. Je slaat de draad om de naald en je haakt in diezelfde lus haak je nog twee stokjes erbij. 1, 2. Ik heb gelijk even over dat draadje heen gehaakt en die probeer ik nu wat verder naar achter te leggen, want anders zit hij me in de weg. Dan sla ik twee lusjes over. 1, 2. Dus let op dat dat de lusjes zijn hier zo na de ronde met stokjes. Twee lusjes over en in de volgende doe ik drie stokjes. 1, 2 en 3. Dan sla ik twee steken over. 1, 2. En in de volgende doe ik drie stokjes. 1, 2. En 3. Dan 2 lossen voor de hoek. En 3 stokjes in dezelfde steek. Dus in de hoek doe je 3 stokjes, 2 lossen, 3 stokjes in dezelfde steek. En dan ga je de hoek om zoals je ziet. Dan sla je weer 2 steken over. 1, 2. En dan doe je 3 stokjes in 1 steek. 1, 2, 3. Je slaat weer 2 steken over. 1, 2. En in de volgende doe je weer een hoek. Stokje. Keer 3. Even een beetje garen bij pakken, want de bol begint te trekken. 2 lossen, zodat je de bocht omgaat. En 3 stokjes in dezelfde steek. 1. 2. 3. 2 steken overslaan. 1. 2. En in de volgende, kijk, hier heb je die overgang van die toeren. Dan moet je even goed opletten. 1, 2. En dan hier zit de volgende. En daar maak je 3 stokjes. 1, 2, 3. 2 steken overslaan. 1, 2. En in de volgende maak je weer een hoek. 3 stokjes, 2, 3, 2 lossen en 3 stokjes, 1, 2, 3. Twee steken overslaan en in de volgende doe je 3 stokjes. 1. Moet niet in de lus insteken. 2. 3. Dan sla je 2 steken over. 1, 2. En in de volgende, daar zitten al 3 stokjes in, maar we zouden daar een hoek van maken. Dus daar maken we nog 3 stokjes bij. 1, 2, 3. Wat je dan doet, is normaal gesproken zou je dan 2 lossen doen en de ronde afsluiten met een halve vaste. Maar ik wil graag in het midden van die
hoek uitkomen. Dus wat doe ik dan? Ik haak 1 losse en ik haak in de derde losse aan het begin van de ronde een vaste. Dus insteken, draad ophalen, omslaan en door 2. En dan heb je een opening en je bent in het midden geëindigd. Zou je nu doorhaken in 1 kleur, dan haak je gewoon door, dan haak je 3 lossen. Voor het eerste stokje. Ja? Maar dat ga ik niet doen. Ik ga de draad afhechten. Dus ik haak 1 losse om de draad af te, zeg maar, om het vast te zetten. Dan knip ik de draad af. En ik moet Engels nog filmen, dus dat ga ik niet doen. En dan haal ik hem door. Ja? Dus als jij de draad niet afknipt omdat je er eentje wil in 1 kleur, dan haak je 3 losse en die staan dan voor je eerste stokje. En dan ga je verder zo meteen op het moment dat ik de andere kleur aangehecht heb. Ga ik je zo vertellen. Ja? Oké, nou, je kan nu je draadjes in stoppen, wegstoppen. Als je met 1 kleur, met de meerdere kleuren haakt, en als je met 1 kleur haakt, dan ga je gewoon door. In dezelfde hoek. Maar wat ik doe is, ik wil niet al die draadjes wegwerken, zeg maar, van al die kleuren. Van al die kleuren, al die kleuren, het zijn 3 kleuren. Allemaal in dezelfde hoek wegwerken. Dan krijg je aan deze kant allemaal van die dikke proppen. Ik wil het gewoon elke keer een andere hoek. Dus wat doe ik? Ik draai gewoon zo mijn vierkantje. En ik ga in deze hoek. Dus kloksgewijs noemen ze dat, geloof ik. Hè? Clockwise, kloksgewijs draaien. Ik pak het in deze hoek. Mijn volgende kleur, dat is bij mij a bridal white. Ik ga het proberen of het mij gaat lukken met dit kleine restje wat ik nog had. Want ik heb even spieken 2 gram nodig. En volgens mij was het 3 gram volgens mijn weegschaal. Dus we gaan het meemaken of het gaat lukken. Ik ga op dezelfde manier de draad aanhechten. Dus gewoon eroverheen leggen. Doorhalen. 2 draden. De begin- en de werkdraad allebei aanhechten. Dan laat je de begindraad los. En je houdt alleen de werkdraad vast. En je doet er 2 lossen bij. Werk je nu allemaal alles met 1 bol? Of heb je gewoon een superleuk gevarieerd bolletje dat zelf een kleurverloop heeft, zeg maar. Dan werk je ook gewoon met 1 bol. En dan doe je ook gewoon die 3 lossen. Slaat de draad op de naald. En we gaan in diezelfde opening weer 2 stokjes erbij haken. Zo. Ik heb dat gelijk gedaan over het draadje heen. Het draadje leg ik nu aan de zijkant. Nou, eigenlijk ga je gewoon een beetje het patroon volgen. Ik heb nu een kleine granny. Daar is de kans niet heel groot dat hij helemaal scheef gaat trekken. Dus en dat heb je vaak bij een granny. Hè? Dat hij op een gegeven moment ook ergens scheef gaat trekken. Dat voorkom je dus door elke keer te draaien. Maar ik ga erop gokken, want bij mij is dat dus niet gebeurd. Ik ga erop gokken dat het bij jou ook niet gebeurt. Dus we gaan gewoon lekker elke keer dezelfde kant op draaien. Dus ik ga niet mijn werk omdraaien en gewoon door. Wat je dus gaat doen, hier heb je dus de hoek. Als je hier een ruimte ziet tussen die 3 stokjes in, dan haak je er elke keer 3 stokjes. Dus dit is een hoek, hier heb je ruimte ertussen en daar maak je dan 3 stokjes. 1, 2, 3. De volgende is ook weer een ruimte ertussen. Daar maak je ook weer, ga weg draadje, daar maak je ook weer 3 stokjes tussen. 1, 2, 3. De volgende ruimte, dat is een hoek. En in een hoek maken we een hoek. Dus 3 stokjes. 1, 2. Ik heb een andere haaknaald als dat ik normaal heb. Ik blijf wel elke keer steken. Ik kon mijn klover niet vinden. Dus ik heb nu even een andere. Ik merk wel dat ik echt verwend ben. Oké. Het is ook prima haaknaald hoor. Haakt hartstikke lekker. Maar ja, ik ben klover gewend. 2 lossen voor de hoek. En 3 stokjes in dezelfde hoek.
1, 2 en 3. Dan hier is weer aan de zijkant. En aan de zijkant maken we er tussenin gewoon 3 stokjes. Daar zit geen losse opening, want die hebben we niet gemaakt. Maar er zit wel een beetje een ruimte. En in die ruimte maken wij gewoon 3 stokjes. En waarom is dit? Oh, dat is gewoon een los draadje. Oké. Zie? Nobody's perfect. Maar mij gaat ook wel eens een keer iets niet helemaal zoals ik wil. 1. 2. 3 stokjes. Ertussen. Nou, de volgende ruimte, dat is ook weer aan een zijkant. Dus ook daar maken we 3 stokjes. 1. 2. En 3. De volgende losse ruimte, die zit hier, dat is weer een hoek. En in de hoek doen we 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes. En 3. Nou, ik denk dat het misschien wel duidelijk is. Want hier doe je dan weer 3 stokjes, 3 stokjes, een hoek, 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes. Dan draai je hem die kant op, 3 stokjes en 3 stokjes. Als ik eraan toe ben om deze hoeken af te maken, kom ik bij je terug en dan ga ik je vertellen hoe we de hoeken afmaken. Dus ik zie je zo. The next step. Volgende steek is de hoek. Daar zitten natuurlijk al die 3 stokjes in. En daar haken we nu nog een keer 3 stokjes in. 1. 2. En 3. En om de ronde te sluiten haken we 1 losse. En in de derde losse, aan het begin van de ronde, haken we een vaste. Zodat we weer in het midden uitkomen. Haak je met 1 kleur, dan haak je nu direct 3 losse voor je eerste stokje. Ik haak met 3 kleuren, dus ik haak nu 1 losse. Dan pak ik mijn schaar en dan knip ik mijn draad af en die trek ik door de lus op mijn... Die trek ik zeg maar, de draad trek ik omhoog. En dan ga ik zo meteen in de volgende clip mijn nieuwe draad aanhechten. Mijn laatste kleur. Ik hoop echt zo dat ik genoeg heb. Ik heb het gewogen en ik zou genoeg moeten hebben. Maar ja, blijft toch altijd een beetje spannend. Ik ga, hier zit mijn draad. Ik ga hem weer een kwartslag draaien. En ik ga mijn naald in deze hoek insteken. Ik leg de draad eroverheen. Die draad die trek ik door. En dan met beide draden, de begindraad en de werkdraad, trek ik door. Dan heb je inderdaad 2 lussen op je haaknaald. Geen zorgen. Je haakt nog 2 lossen en weg zijn je 2 lussen. Nu heb je dus je eerste stokje gehaakt. Haak je met 1 kleur, dan had ik het al verteld, hè? Dan heb je dus al die 3 lossen gehaakt. Ik laat deze draad hier even langs liggen, want ik ga de eerst volgende 2 stokjes over die draad heen haken. 2 stokjes in de hoek. 1, 2. Dan leg ik de draad naar achter. En ik ga op zoek naar de eerstvolgende ruimte tussen de 3 stokjes. Dat is geen losse ruimte, maar er zit wel een beetje een ruimte. Hier zo, en hier, en hier. Over deze kant heen heb je dus 3 ruimtes. In alle 3 de ruimtes haak je 3 stokjes. 1. 2. 3. Volgende. 1. 2. En 3. En de laatste over deze kant. Een pluisje. Oh.
Pluisje zit op een draad. Eén. Twee. Drie. Dan heb ik alle ruimtes aan de rechterkant gevuld met drie stokjes. Dan draai ik naar de hoek en in de hoek haken we weer een hoek. En voor een hoek haak je drie stokjes, twee losse en drie stokjes. Drie stokjes, je draad pakken, twee losse en drie stokjes. En dan haken we over de zijkant, haken we weer in alle ruimtes, of alle tussenruimtes moet ik zeggen, hier, hier en hier, haken we weer drie stokjes. Nou, en zo ga je rond. In de hoek drie stokjes, twee losse, drie stokjes. En in die rechterstukken, daar haak je tussenin drie stokjes. Zodra ik hier ben, kom ik terug en dan ga ik je nog een keer vertellen hoe we deze hoek gaan afmaken. En hoe we de allerlaatste ronde gaan maken. Dus tot zo en geniet ervan. Ik ben weer zover. De laatste hoek. En in de laatste hoek, daar zitten al drie stokjes in. En daar haak ik nog drie stokjes bij. 1, 2 en 3. Dan haak ik 1 losse. En in de derde losse, aan het begin van de ronde, haak ik een vaste. Ik ga nu door met dezelfde kleur. Ik haak. Ja. Ik doe geen losse. Ik ben al een stukje omhoog. Hier zo. Dus ik doe geen losse. Maar ik ga wel direct terug in deze ruimte hier. En daar haak ik een vaste. Dan pak ik mijn steekmarkeerder. Doe die vaste niet te strak, want dan kom je er straks niet meer in. Daar zet ik een steekmarkeerder in, gewoon voor het gemak. En in dezelfde opening doe ik nu nog één vaste. Zo. Dan ga ik naar de volgende drie stokjes. In het eerste stokje, dat is die drie losse, daar haak ik een vaste. In de volgende een vaste. En de daaropvolgende een vaste. Nu kun je ervoor kiezen om in de volgende steek ook een vaste te haken. Maar dan krijg je die lus die je zo ziet. Kijk, zal ik je laten zien. Als ik nu een vaste erin haak, dan zie je hier zo'n lusje. Zie je dat hier tussen? Dat is niet erg, want het is normaal gesproken gewoon een steek. Maar ik vind het mooier, maar dat is persoonlijk, dus doe zoals jij dat wil, om hem hier in de tussenruimte te maken. Want dan zie je dat lusje niet meer. Zie je dat? Dan haak je als het ware hier overheen. Dan moet je niet nog een keer in die vaste haken. Maar dan sla je, of in dat stokje haken. En dan sla je dat stokje over. Want die vaste die daarin hoorde, die zit natuurlijk al hier. Dus die sla je dan over. En dan ga je in de laatste twee haak je een vaste. Één vaste in elke steek. Hier precies hetzelfde. Ik haak hem er tussenin. Dan sla je dat eerste stokje over. En in de tweede en de derde haak je dan een vaste. Ertussenin. Stokje overslaan. En in de tweede en de derde haak je een vaste. En voor de laatste keer aan deze kant ertussenin. Eerste overslaan en in de tweede en de derde haak je een vaste. Dan kom je aan bij de hoek, bij een hoek. En in een hoek haken we drie vaste. 1, 2 en 3.
Dan haken we. Dit is de enige waar we het anders gaan doen. We haken nu wel in het stokje. Dus na de hoek haak je wel in alle drie de stokjes één vaste. Dus niet ook nog in de hoek, maar gewoon een vaste. Dus 1. Twee, drie. Ja? En dan haak je dus weer eronder, één overslaan en twee stokjes. Sorry, twee vaste in de stokjes. Ja? Dus wanneer je bij een hoek aankomt, haak je in de hoek drie vaste. En het stokje na de hoek, daar haak je wel gewoon in. Wil jij het anders doen? Helemaal goed. Lekker doen. Doe lekker wat jij het mooiste vindt. Maar dit is mijn manier. Merk je nou dat de hoeken enorm gaan krullen? Probeer dan eens om er 4 in te doen. Want elke hand van de haken is natuurlijk anders. Bij mij blijven ze best wel heel mooi plat liggen. En dan zou je dat doen. Zou je kunnen proberen om er bijvoorbeeld 4 in te doen. Bij mij wordt dat te veel. Ja? Dus ik zou zeggen, ga lekker zo door wanneer ik weer hier ben. Dan kom ik bij je terug en dan vertel ik je hoe we de ronde gaan afsluiten en hoe we gaan afwerken. Dus tot zo. Ja, ik ben helemaal rond. Ik ben weer terug bij het begin en ik haal mijn steekmarkeer eruit. Hier zaten al 2 vaste in. Om de hoek af te maken haak je daar nog 1 vaste in diezelfde ruimte. En dan kan je een halve vaste haken in de eerste vaste aan het begin van de ronde. Dat kan je ook met een onzichtbare sluiting doen. Als je dat kan, moet je dat gewoon lekker doen. Wat ik nu niet doe, is nog een losse, want dan krijg je weer zo'n puntje. Wat ik wel doe, is nu de draad afknippen met een beetje een lengte. En dit heb ik nog over, dus het was wel spannend. Nou ja, niet heel spannend, maar het is gelukt. Dus ik knip zo meteen mijn draad af. En dan werk ik mijn draadjes netjes allemaal weg. Ik ga ervan uit dat als je zover gekomen bent, dat je weet hoe je draadjes echt moet wegnaaien. En dan laat ik je zo meteen het eindresultaat zien. Ja. Mijn versies zijn klaar. Super blij mee. Ik moet nog wel even wat dingetjes zeggen. Zoals je hier misschien, je kan het amper zien, maar het is een ander verfbandnummer. Ik denk niet eens dat je kan zien in beeld. Ander verfbandnummer, dus ze wijken heel klein beetje van elkaar af. Het kan zijn dat die hoekjes iets omhoog gaan staan. Dat is een kwestie van eventjes zo naar beneden drukken. Lukt dat niet voldoende? Wat je dan zou kunnen doen is even de strijkbouter opzetten. Aan de puntjes, dan blijft het zeker liggen. Maar dat heb ik nog niet gedaan, want ik ben eigenlijk net klaar met maken. Wat kan je nog meer doen? Nou ja, als er toevallig een glas drinken overheen gaat, gezellig aan tafel zo, allemaal op een rijtje, allemaal die je gemaakt hebt, kun je ze aan elkaar maken. Maar goed, als het glas wijn er overheen gegaan is, haal je kaarsje eruit, kan je hem gewoon in de wasmachine wassen. Want dat is mogelijk met dit garen. Ik zie al dat deze ietsje groter geworden is. Maar eigenlijk lijkt dat misschien zo ook door de kleur. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Dat ik toen ik deze maakte wat relaxter was of zo. Wat losser gehaakt heb. De rest is allemaal wel redelijk gelijk. Dus je ziet, het kan toch bij elke variant anders worden. Oké, ik blijf aan het veranderen. Het is gewoon zo leuk. Allerlei verschillende kleurtjes mogelijk. Je kan ze dus gewoon met minis haken. Als je dat graag wil. Maar goed, perfect ook om al je restjes op te maken. Wil je wel minis kopen? Kijk dan eerst eens even in onze webshop. MadeBySeamShop.nl Want daar kun je kleine bolletjes kopen. Van de scheepjes Katona. Wil je liever gewone hele bollen, omdat je er heel veel wil gaan maken, bijvoorbeeld voor de kerst of voor een verjaardag of voor een bedankje van je, omdat je gaat trouwen of je kunt het zo gek niet bedenken. Ook de 50 grams bollen van Katona zijn bij ons aanwezig in de webshop. Ik ben heel benieuwd hoe die verjaardag eruit gaat zien.
Of hoe die voor jou geworden is. Dus ik zou zeggen, laat ze zien op onze gezellige Facebookgroep Made by Siem Headquarters. Op Instagram. Ik beloof dat ik beter mijn best doe daar. Vond je het een leuke video? Vind ik het ook fijn als je duim omhoog geeft. Vond je het nou echt helemaal een top video en wil je me er extra voor bedanken? Dan staat hier beneden bij YouTube een bedankt knop. Dat hoeft niet. Is wel fijn. Helpt wel om de video gratis te blijven maken. Want de materialen, ja, die moet ik natuurlijk ook gewoon allemaal zelf aanschaffen. Dus als je dat wil doen, is een bedankt knop of super thanks. Dat is maar net hoe je de instellingen hebt staan. Daar kan je dan op klikken en dan kan je een kleine financiële bijdrage doen. Nogmaals, het hoeft niet. Is wel heel fijn. Het helpt ook al enorm als je gewoon datgene maakt, zeg maar, en deelt. Zodat ook op andere Facebookgroepen of op Instagram, zodat meer mensen het zien en denken, ja, leuk, dat wil ik ook. Dat helpt ook. Dus post op jouw social media in andere groepen. Daarmee help je mij ook ontzettend. Nou, dat. Ik weet eigenlijk gewoon niet meer zo goed wat ik verder nog moet vertellen. Ik denk dat ik Lennart maar eens even liever aan ga kijken om te vragen of hij mij wil helpen met het editen van de video. En voor nu, ga je hem ook maken? Ga je er nog een maken? Of ga je wat anders doen? Dan zeg ik, geniet. Dag! Hoi en welkom weer bij een nieuwe video van Made by Siem. Vandaag ga ik je vertellen hoe je de LED Vaccine Light Granny kan maken. De LED Light, dat is wat ik hem genoemd toch? LED Vaccine Light Granny. Ja, volgens mij wel. Heb je de titel al gezien? Ik weet het zelf niet eens. Oh. Oké, opnieuw. Even mijn muis bewegen. Echt heel flauw. Want er is een video aan het uploaden. En dan stopt die. Okay. Mag ik het lekker uitknippen, hè? Ik heb de steekmarkeerder er al uitgehaald. Ik was gewoon wat sneller dan ik dacht. Nee, sla nergens op, Siem. Doe hem even terug. Okay. En dit moet je er even uitknippen. Aan het eind van de bol. Nou, dit mag bij de bloopers. The next day. Oké, ik heb mijn laatste. Ik ga even meer in het midden zitten. Oh, zie je stem. Koffie is. Het was één koffie, joh. Het was één koffie. Bij de hele sterke, dat wel. Oké, ik ben bijna bij de hoek. Of ik ben bij de hoek. Niet bijna. Ik ben bij de hoek. Misschien toch eerst nog een bak koffie erin.